Zoals gezegd, ik ben een extern houter, dus in die zin is het misschien normaal dat ik hier ben. Maar dat er hier een tentoonstelling is voor Camille is eigenlijk niet normaal. Nu, ik was onlangs een paar dagen in Stavelot, een heel mooi stadje in de Ardennen. En ooit is Apollinaire, de dichter, daar op bezoek geweest, was 18 jaar. Werd daar gedropt samen met zijn broer door zijn moeder, die moest gaan gokken. Eerst in Spa, maar dat kon niet. En dan reisde ze door naar Oostende. En na een maand stuurde ze een briefje naar Apollinaire, de broer. En die zei, ja, het geld is op, we moeten proberen straks te vertrekken. Zonder te betalen en we zien elkaar terug in Parijs. Die zijn dan vertrokken na een maand daar verbleven te zijn. Nu, dat is een hele korte passage. Apollinaire was 18 jaar, heeft daar een korte romance gehad met een meisje, maar heeft eigenlijk in zijn hele leven, niet zo lang duurde, stel dan een Spaanse griep, maar een maandje daar verbleven. En men heeft in Stavelot een heel mooi klein museum opgericht voor Apollinaire. Ook al is dat zo'n futiel elementje geweest in het leven van Apollinaire. En in die zin vind ik dat ook fantastisch dat hier in Turnhout, of all places, een hele mooie tentoonstelling is met allemaal souvenirs. Ik weet dat chef Camilo zich heel kort ontmoet heeft, heeft ook mooi beschreven in zijn bijdrage. Maar de bijdrage van andere mensen getuigen allemaal van de zeer innemende persoonlijkheid die Camille zeker was. U moet gewoon absoluut lezen. Maar al die getuigenissen, ik vind het heel prettig dat dat hier samenkomt op deze plaats, die eigenlijk gewoon, omdat chef Camille ooit kort ontmoet heeft, dat er dan daar dit spoor van blijft. Dat vind ik heel mooi en heel sympathiek dat je dat absoluut wil doen. Ik ben al 30 jaar weg uit Turnhout. En ik durf soms nog wel eens lelijk te spreken over Turnhout. Ik ben daar intussen een leugenaar geworden. Maar als ik zie dat ze in Turnhout zoiets doen voor Camille, en in Leuven hebben ze dat nog niet gedaan, dan denk ik, tja, in Turnhout zijn ze toch slimmer dan in Leuven. Soms. Tot zekere hoogte. Ik ga u kort iets voorlezen. Ik heb samen met Camille ooit een boek geschreven, Bellevue Schoonzien. En dat gaat daarover. Wij waren slimme jongens, jongensgrijers. Camille en ik hielden toen in het bijzonder van bruggen, torens, fabrieken en bovenal van de zwans. De zwans. Dat is de Brusselse kunst van het samengooien wat niet samenhoort. Een verkeerde toon aanslaan en dan hard lachen. Het hogere mengen met het lage. Camille en ik zouden gedurende 2 zomerdagen een wandeling maken langs het kanaal in Brussel. Van zuid naar noord. Onze enige bedoeling was